Maar dat was ook mijn tweede draaidag dat ik ooit op een set heb gegaan. Ja, ik denk de tweede draaidag dat jij ooit hebt gehad dat jij je tekst ook mega goed kende. Hè? De tweede draaidag ik ooit op een set heb gestaan. Oh, zullen we dat vooral eens vertellen? Ik ben eigenlijk een tijd gebannen geweest door de VRT. Hey, ik ben Lou Miller. En ik ben Koen de Graven. En wij spelen Julie en Anton Bergman in de 12, de Aspoestermoord. En we gaan nu een paar fragmenten bekijken van de opnames. En becommentariëren, of niet. Het Hof. Het Hof. Ik vond dat wel ongelooflijk indrukwekkend als ik daar binnenkwam. Ik was eigenlijk nog nooit, wat dat betreft, in zo'n rechtszaal geweest. Hè, waar ik voor de rechter moest verschijnen, was kleiner. Maar dat was toch wel... maar dat was, ik vond dat wel ongelooflijk goed nagemaakt. Tussen de opnames door. Voornamelijk kaart, veel kaartspelletjes. Heel veel. Ja, dat was super tof. En soms die advocaten maken een beetje geïrriteerd, maar... Ja, maar zij ons ook, hè. Ja, zij ons ook. En Dirk van Dijk, jongen. Mevrouw de voorzitter, meester De Donker beschuldigt hier elke dag iemand anders. Dat is toch niet serieus? Dirk van Dijk is een van mijn absolute helden. Dat is een top acteur. Maar die witte, die volgt impulsen. Het was heel grappig, want die heeft mijn mama Het Eiland gedaan. Ja. Toen ik geboren was. En ik zat toen onder mama haar bureau in een rieten mandje. En dan moesten ze soms stoppen en moest mama mij borstvoeding geven. What? Ik ging elke dag mee naar die opnames. Dat is toch mooi. En dus Dirk, dat was de volgende keer dat hij mij zag. Ja, 18 jaar later. Niet. Ineens, ja. En dus Dirk had zoiets, Jesus Christ. Ineens stak ik hier in plaats van met die moeder, met die dochter, dat voelde heel raar. En is mama nog een keer meegekomen om tegen Dirk dag te zeggen. Wauw, tof. Ja. Als ze mij niet geloven. Sta een keer recht. Kom, zit u recht. Recht terug. En roep nu eens. Gewoon schreeuwen zo luid als dat je kunt. Ah! Je ziet dat. Luider. Je zit precies op het toilet. Dat waren gladde teksten. Ik kende nu een tekst zo belachelijk. Ik heb daar toen, mooi de blad gelegd, die eerste. Dat was echt... Dat is next level. Gewoon. Wij hadden onze eerste scène. Dat was die lange scène van aflevering 8. Ja, en dat was. En ik weet nog vrij goed, dat was veel tekst. En door elkaar ook. En door elkaar, maar wat ik vooral goed weet is. Jij was aan het gaan. En ik zo, dat. Jij was aan het gaan. En ik twijfelde even. En jij zei, nu moet je dat zeggen. Schitterend. Zo graaf. Maar dat was ook mijn tweede draaidag dat ik ooit op een set heb gegaan. Ja, ik denk de tweede draaidag dat jij ooit hebt gehad dat jij je tekst ook mega goed kende. De tweede draaidag dat ik ooit op een set heb gestaan. Oh, zullen we dat vooral eens vertellen? Ik ben eigenlijk een tijd gebannen geweest door de VRT. Gebannen geweest door de VRT? Ja, eerst een draaidag, 2 uur te laat. Oh shit. En de regisseur kwam tegen mij en zei: oké, dit is één manier om dat goed te maken. Ik had veel scènes met de Jode Meijer. Ik een geweldige acteur vind nog altijd. En dus nog eens sorry, Jo. En die zei: breng gewoon morgen een flesje wijn mee. Hè. Ja. Voor Jo, zie gewoon dat je op tijd zijn gast. Callsheet verkeerd gelezen. Oh my God. Een soort van, het moest daar om 19 uur zijn en waarschijnlijk met mijn warhoofd. 9 uur, ik stond daar weer 2 uur te laat. Maar ik kwam daartoe met zo'n eier van, ben er, perfect op tijd, hier is de wijn. Dat was ik, ben aan dit. Naar de kleedkamer schijnen, sukkel. Oh. En daarna ben ik niet meer gebeld geweest. Ik ga weg. Ik wil op mijn eigen benen staan. En dat gaat niet bij u. Ik sloof mijn dag en nacht uit voor u. En nu dat even minder gaat met mij. Wil jij op je eigen benen staan? Zo werkt dat niet, Marion. Zo werkt dat niet. Die scène konden we niet veel opnieuw doen. Hè? Nee, dat waren maar drie spiegels. Er waren drie spiegels en één was al kapot voordat we die zijn beginnen doen. Ja, dat is juist. Het is ook wel zo, ik ben zo 1,5 jaar geleden zwaar op mijn stuitje gevallen tijdens een voorstelling. En ik heb nog altijd last als ik zit. En ik had nog gezegd tegen Kaat op voorhand, die scène gelezen, zeggen, die kunnen we daar niet iets op verzinnen, want ik heb echt schrik van echt nog eens op mijn stuitje vallen. En ik wil wel dat je ziet dat niet zo... krampachtig is, ja. En dan hebben we dus eigenlijk een wasmand daar gezet. Ah, ja, dat is... Dan ben ik met mijn kont in die wasmand gevallen. Zwaar. Maar dat was
dat ik goed zeg. Ik had nogal moeten afblijten, zeg je. Ik denk dat ik het een keer geteld heb. Ik denk dat ik 30 van de 40 dagen huil zijn had. Dat was echt... Dat was gewoon om te lachen. Elk emotioneel moment uit mijn leven even gaan terughalen en klaarzetten van op het schappen, ja? Om de volgende keer aan te halen. Deed je dat wel? Ja, wow. Dat denk ik wel. Dus... Indrukwekkend. Allee, bedoel, dat was bij mij ook echt. Dat vind ik ook indrukwekkend. Nee, bij mij was er één moment was ik gewoon uitgehaald. Ik ook. Dat echt was... gewoon klaar. Ik, heb, ja. Ik voel geen emoties meer. Nee, en dan moest de close nog komen. Ik heb dat gevraagd om die close altijd bij Huilsijnes eerst te doen. Godverdomme. Ik heb dat slim gezien. Die is gewoon slimmer. Oh, schitterend. Omdat ik gewoon had gemerkt dat je daarvoor is. Ga niet meer. Het is op. Eén teken, dat zit. Maar ja, dat was na huildag 19 bij u. Na huildag 19. Ja, bij mij was de eerste huildag. Ik dacht van, oké, het is op. Ja, nu gaan we close. Zatje. Kijk hier eens naar. Een internaat. Het is beter dat je eerst de middelbare afmaakt. Goed in blik. Ja. En in de weekend. Moet jij ook nog spreken of zo? De rollende ogen nog heel hard. En mijn sporten. Kinder, dat waren mega dure stoelen, weet je dat nog? Ah, dat is juist. Dat waren super dure. Ja, dat is waar. En je gooit die om. Dat was echt zo, oké, dan moeten we niet te veel doen. En zo. Ja. Oh, dat was echt... Kunnen dat zo kwaad mogelijk omgooien? Maar zo zacht mogelijk. Maar niet kapot maken. Ik vond het tof om samen te super. Spelen. Ja, ik vond dat echt tof. Heel tof. Ik kreeg zo, om zoveel tijd kreeg ik een naam te horen wie dat ging doen. En toen ik uw naam hoorde, dacht ik echt yes. Allee. Ik heb u een mega goede acteur gevonden altijd. Dus ik had echt zoiets yes dat hij mijn vader speelt. Super tof. Ja, ja super. Ja, leuk om te horen. Dat waren ook wel lange dagen. Dat waren lange dagen? Dat waren lange dagen. Maar gelukkig, we hadden een kaartspelletje. Kom je al ver mee. En Dirk van Dijk. Voilà. Jullie kunnen nu kijken naar de 12, de assenpoestermoord, op VRT Max. Veel plezier. We zijn weg. Nee, dat is goed.